Voor opdrachtgever Reddin legt AHAK een 150 kV hoogspanning kabelverbinding aan. De hoogspanningskabel is nodig om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst. Ook om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit te voldoen, moet dit net worden versterkt en uitgebreid. AHAK legt een totale kabelverbinding van circa 24 kilometer aan, om onder andere te voorzien in de vraag naar duurzame energie. Deze netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. Ja, het is wel even aanpoot ook. Vooral omdat het zo'n groot project is met een hoop mensen en een hoop aparte partijen. Dus ik toch uiteindelijk ben je met z'n allen wel verantwoordelijk voor dat hele totale pakket. Om een project met deze omvang soepel te laten verlopen, zijn er verschillende stappen nodig. We beginnen met de locatie logistiek in orde te maken. We leggen rijplaten neer, zodat het terrein niet onnodig beschadigt. Vervolgens wordt een sleuf gegraven. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende grondlagen. Boringen worden verricht op plekken waar niet gegraven kan worden, zoals onder sloten en wegen. En op plekken waar in overleg met de landeigenaar gekozen is voor een boring. Dan worden de kabels op positie gelegd. Om aansluitend de sleuf weer te sluiten in de juiste volgorde, zodat de oorspronkelijke grondlagen niet vermengd worden. De ontwikkeling van het net in de kop van Noord-Holland is voornamelijk belangrijk om iedereen die hier aangesloten wil worden aangesloten te krijgen. En daarnaast ervoor te zorgen dat mensen niet in het donker komen te zitten. Je hebt enerzijds Oterleek, anderzijds Westvoort en dan heb je hier Annapolona. En momenteel is er een verbinding van Oterleek naar Westvoort en van Oterleek naar Annapolona. Maar er is geen verbinding tussen Westvoort en Annapolona. Daarom wordt er een nieuw station Middenmeer gerealiseerd, zodat er een cirkel is dat als een van de verbindingen uitvalt, dat er gevoed kan worden via de andere kant en dat er minder snel mensen in het donker zitten.